Weet jij nog waar je was vrijdagmiddag 19 augustus 2022 om een uur of drie? Op de fiets. <laughs> Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. Een amateurwielrenner die het uurrecord verbreekt. Hoe kan dit? Merks, Mozer, Wiggins, Van Dijk. Het werelduurrecord kent een lange historie met grote wielrenners die het ooit in handen hadden of nog steeds hebben. Hoe kan het dat een nobody als Dan Bigham het record recent wist te verbeteren? Is het werelduurrecord toch maakbaarder dan we denken? En waar ligt de grens? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Ja, hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer vrijdag. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van de Slimme Presteren Podcast. Met een mooi onderwerp. Wat natuurlijk heel erg dicht bij jou ligt. Hè? Best wel, hè? Ja, ja dit, dit is wel echt jouw ding, ja. hè? eigenlijk wel. Ja, na dus, al uh... die afleveringen dat we het over andere dingen mogen hebben. kunnen ja. we het vandaag gewoon eindelijk weer eens over het werelduurrecord ja. op de fiets hebben. Een record waar je zo een boek over zou kunnen schrijven. Ja. En uh, nou ja, dat is dan ook wel eens. Regelmatig het is wel eens gedaan, hè? Ja. ja, laten we maar. Het is lang geleden dat ik het erover gehad heb. Maar uh, voor al die nieuwe luisteraars: Jurgen van Tevelen is de auteur van het prachtige donkerblauwe boek Het Maakbare Uur. Een zoektocht naar de ultieme wielenprestatie. Uh, mooi populair boek, wordt goed ontvangen, is te bestellen via onze webshop. Slimmerpodcast.nl webshop. Maar daar hebben we het vandaag niet over. Nee. Uh, er is een nieuwe poging gedaan en er is een nieuw record ja. gevestigd. Ongelooflijk, gewoon 55 kilometer 548 meter. 55 kilometer en 548 meter ja. in een uur. Wij gaan in dit iets minder dan een uur eens even uitrafelen. Wie is diegene die dat gedaan heeft? Hoe heeft hij dat gedaan? Wat kunnen we daar eventueel nog van leren? En op het einde gaan we ook even zoomen met onze vriend, sportarts en topcoach Guido Vroemen. Om even te vragen aan hem: wat is hem nog opgevallen in die poging? En ik ben wel benieuwd waar hij nou denkt dat de volgende grens ligt. Wat ja. moet de volgende poging gaan doen? Om misschien nog weer verder te komen. Maar laten we maar bij het begin beginnen. Uh, dan Bigham, zei ik in de ja. introductie. Wie is dat en, uh, en, en wat is er gebeurd? Ik, uh, nou ja, ik heb, moest het ook wel een beetje opzoeken. Ik was natuurlijk wel, uh, ik hou het denk ik gemiddeld beter bij dan jij. als het over het WTU-record gaat. Zeker. Ik leun voor de dus jou. Dus uh, ik was op de hoogte dat hij het record uh, ging aanvallen. Uh, ik was wel een beetje verbijsterd dat er nul aandacht voor was. Nul, Van hè? tevoren. Ja. En na afloop ook niet. Ja, ik heb in de Volkskrant een heel klein stukje gelezen. Terwijl, ja, ik, uh, ik heb nog uh, getwitterd die dag. Getweet. Ja, ja. Nou, ja. Dat voor mij, uh, het was uh, vrijdag uh, 19 augustus. Het de, was de Vuelta-vrijdag. Nou, zo zou je kunnen zeggen. Maar je zou ook zeggen, het was gewoon de, uh, de wereldrecord-vrijdag. Uh, ja. Met uh, smiddags het, het hoofdgerecht. Dat was dit, uh, het uur van Dan Bigum. En dan s'avonds als doetje het uh, de ploegentijdrit. Zo ja, zag ik het in ieder even geval. Voor de mensen die jouw boek niet gelezen hebben en helemaal niet in dat wereldurkoor ja. zitten, hoe vaak wordt zoiets aangevallen? Ja, dat is uh, een beetje, als je moeten terug in de historie. In het begin, het is ergens rond 1895 volgens mij de eerste keer door Henry de Grange. Mensen denken, hé, hey, was dat niet die journalist die later de Tour de France uh, heeft uh, georganiseerd als ja. eerste? Ja, ja, dat was hij. Bekende die. naam. Dus die kon ook wel aardig fietsen. En volgens mij reed, heeft hij toen bedacht van, ik ga gewoon een uur op een baan fietsen. Ja. En dan noem ik het werelduurrecord. En hij reed 35 kilometer. En uh, nou, sindsdien... Hoeveel zei uh, 35. 35, ja. daar begonnen we. In, ja. uh, 35 dus dat praat je over ja. 130 jaar geleden al. ja. ja. Nou, um, ja, dan als je kijkt, ik denk dat het stuk of, nou, het zal misschien 60 keer aangevallen zijn in de tussentijd en 30 keer verbeterd. Ja, uh, ja, je had op een gegeven moment. Ja, want jouw boek uh, speelt zich af uh, rondom de poging van Dion ja. Beukenboom. Ja. Dat was in 2018. 2018. Ja. Dat is nu uh, ruim ja. vier jaar geleden. Ja. Uh, nou, iedereen die wil weten hoe dat afliep, ja. moet je boek maar gaan lezen. Nou ja, kijk, het lastige is gewoon, elke keer als het aangescherpt wordt, wordt het ja, in principe toch moeilijker om het weer aan te vallen. Het is ja. dus niet een record wat je elk jaar bij de WK, dat ze kijken, nou, wie is wereldkampioen uurrecord, uh, een uur fietsen. Nee, je, je moet en het, het is gewoon echt een project ja. waar je zelf voor opzij moet zetten en je moet het verbeteren ook. Je ja. heeft geen zin om te zeggen: Oh ja, nou ja, ik kwam uh, op, uh, op, op de vijfde beste afstand. Ooit ja, nee, ja, dat is een uh, dat is niks. Dus als je dit gaat doen, ja, ja, dan moet je natuurlijk wel even serieus denken: van ja, is dit überhaupt haalbaar? Ja, nou ja, we hebben en uh, met, met tussenpozen uh, is het stil. Uh, die, Lange periode gehad na 2015, dat Bradley Wiggins na het einde had. van zijn carrière het verbeterde. Ja, nog een leuke luistertip voor mensen die willen weten: wat is dat dan nou voor een project? Aflevering 99 met Benjamin ja. Bruin, die uh, uh, is een, uh, de vriend van Ellen van Dijk, die bij de dames hem natuurlijk eerder dit jaar verbeterde. En hij vertelt helemaal hoe ze dat samen ja. doen en voorbereiden. ja. En dat, dat is wel mooi dat ook Elven Dijk zoiets doet. Want dat geeft ook weer even aandacht voor. In mijn ogen toch wel een super uh, prestigieus record. Wat eigenlijk gewoon uh, veel meer aandacht hoort te krijgen. Ja, wie, wie had hem in handen voor 19 augustus 2022? Victor Kampenaats, Ja. in België. Ja. En hij stond op. Jij doelt nu op voor Beukenboom? Of nee, voor, voor uh, Den oh, Nee, Kampenaars. Ja. Kampenaars zat op uh, 55 kilometer en 89 meter. Exact. Nou, en als ik het goed heb, in 2021 of 2020? Nee, dat was eigenlijk. Als Beukenboom in 2018 ging, was hij in 2019 april toen. Oh, okay. uh, ja. Dus dat stond alweer een post. Ja. Breng me namelijk even bij een mooie traditie die jij ook uh, uh, pleegt uh, te houden op Twitter. Als er weer een poging is, maar dat was dus al een tijdje geleden. Dan uh, roep jij jouw volgers op, J van Tevelen ben je op Twitter. Om een voorspelling te doen, toch? Klopt. Wat wordt de afstand? Ja. En uh, dan kun je zo'n prachtig ja. boek, Het Maakbare Uur, winnen. Ja. Uh, werd er ook en leuk we, op gereageerd. Ja, en we hadden een winnaar. Zeker. We hadden winnaar, ja. Kevin van Hovels. Ja. En uh, hoe, hoe weet je nog wat hij voorspelde? Hoeveel nou, zat hij, hij zat vanaf? denk ik op 100 meter uh, er vandaan. Dus dat leuk. vond ik wel bijzonder knap. Voor ja. de kijkers op YouTube hebben we een leuke tweet van Kevin in beeld staan. Die uh, een mooi verrassingspakket thuis kreeg. Met jouw boek en uh, wat stickers. En uh, een leuke BlackRoll uh, trainingsband. Uh, daarover zo meer. En uh, nou had het goed. Dankjewel uh, Kevin, leuk dat je luistert. Ja. Um, hij gokte goed. Kortom, hij gokte dus al. Dit, hij gaat het wel halen. Ja. Was dat van tevoren de verwachting? Ja, ik heb wel zoiets. Kijk, Den gaan we even terug. Hij is 30 jaar. Ik heb wat dingen opgezocht. Hij uh, fietst al uh, nou, vanaf zijn 16e, 18e. Ja, een beetje op. Uh, ik, ik noem hem toch de Engelse uh, beukenboom. Oké. Okay. Want hij, hij zit dan in zo'n continentale ploeg. Het, ja, hij is uh, geen grote naam nee, in de Helemaal niet. Uh, en hij komt uit het. Of komt. Hij combineert dat met baanwielrennen. Hij is ook zo'n uh, achtervolger. Net zoals Beukenwoner was. Ik denk dat, ja, achtervolgers zijn toch een apart slag uh, wielrenners. Dat zijn dus vier kilometer op de baan. Hè. Zo, ja, zo hard mogelijk. Maar dat is dus die combinatie van duur inspanning. Maar ook wel een beetje, ja, je moet ook explosiviteit hebben. Dus eigenlijk vier uh, kilometer echt, ja netter hard gaan. Ja. Nou ja, je kan, jij doet tegenwoordig veel intervaltrainingen. Ja. Jij weet hoe dat voelt natuurlijk. Nou, en zeker hoe dat voelt na een minuut. Ja. Want dan begint dat lekker zo in te zakken, anderhalve minuut helemaal. Ja. En er is altijd, dat zij, die worden altijd wel gezien als de hardrenners. Uh, en, en als je kijkt, bijvoorbeeld, nou ja, Wiggins was begonnen in, 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 de, in de achtervolging. En vroeger had je... Ja, iemand als Ekimov. Uh, je had altijd best wel goede uh, achtervolgers die later dan de stap maakten naar het profielrennen. Ja. En dan bleken dat gewoon hele goede tijdrijders te zijn. Uh, ja, op een gegeven moment is het, helaas de achtervolging is minder interessant geworden, er verdween van de Olympische Spelen, is een ploegenachtervolging uh, geworden. Ja. Um, nou, Nederland doet daar niks meer aan. Nederland zet volledig in op die sprint, natuurlijk. Met, 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 met Lavrijs en Co. En dat doen ze hartstikke goed. Ja. Maar als je de, de diehard uh, baanwielrenfans wel eens hoort, die zeggen: Ja, er is eigenlijk het onderdeel wat toch wel uh, fascinerend en, en qua wielrennen. In ieder geval, uh, ja, het, het mooiste onderdeel is gewoon die achtervolging. Moet ik me voorstellen dat deze vier kilometer een beetje vergelijkbaar is met de tien kilometer schaatsen? Het ja, is de lange afstand op de wielerbaan. Ja, geval. nou ja, ergens, nou ja, ze doen er tegenwoordig maar vier minuten over. Oh. Maar op de baan, ja, dat klopt, want want dan ga je over inderdaad de langere afstanden. Ja, dat zijn die, uh, die dingen, de, de scratch en uh, de de aflossingen ja. waar uh, natuurlijk Nederland ook goed is met uh, met Havik en uh, baan, dus Jan Wil van het Schip ik praat gewoon met je mee nee ja. Jan Wil van het Schip en uh, die heeft dat ook wel uh, samen uh, ja maar dan krijg je ja dat noem ik noem heb ik ook van iemand anders gehoord. Ik neem dat graag over. Toch een beetje de circus onderdelen van het baanwielrennen. Omdat ze wat exotisch zijn ja. in het programma. Nou, je aflossing ken je. Hè? Dat je met z'n tweeën en dan de ene rijdt dan drie uh, rondjes, wordt moe. En dan uh, geeft die, pakt hij de ander bij de hand. Geeft hij hem hengst van, doe jij nou een paar rondjes. Heel tactisch natuurlijk ook nog. Maar bij mij komt ook altijd over van het, dat het in ieder geval bij de zesdaagse uh, nog steeds afgesproken werk is. Hè, van wie mag er vanavond winnen. Dat zal heus niet meer bij een WK Olympische Spelen zijn. Terwijl zo'n uh, achtervolging is gewoon twee man staan tegenover elkaar op de baan. En dan is het gewoon uh, het schot gaat 4 uh, kilometer. Ja, knetterhard gaan. En ja. Uh, ja, nou ja, goed. Ik heb ook een verwijzing in de show notes. Ik heb daar een stuk over geschreven. Want dit jaar is die, uh, dat record echt onder de vier minuten uh, Nu heb je het over beter op de achtervolging. Ja. ja, nou ja, dat is echt historisch. We hebben er altijd die historische dingen. De mijl onder de vier minuten. Ja. De marathon onder de twee uur. Nou, dan is de, de achtervolging... Onder de vier minuten, uh, dit keer door een ook zo'n beetje onbekende Amerikaan, Ashton Lambie. Daar heb ik me toen best wel wat ingelezen. Fascinerende kerel en heel erg veel uh, verweven ook met Dan Bigum. Maar ontzettende materiaalfreaks, okay, alleen allebei. maar bezig met innovatie. En je noemde de naam van Schiphol, Die staat ja, natuurlijk ook onbekend klopt. hier in het Nederlands. Ja, dus dat zijn mensen die alleen maar bezig zijn eigenlijk of heel erg van, oké. Okay. Uh, ja, free speed. Hoe, waar haal ik dat vandaan? Wat is de en dan wordt altijd ook verwezen nog free naar free oh. speed, gratis snelheid. Ja. ik trap toch? Trap en... hetzelfde vermogen. Ja. Hoe kan jij dan daar toch nog winst uithalen? En nou, we hebben de aflevering gehad over aerodynamica. Daar zit natuurlijk ontzettend veel in. Hoe, hoe sneller of hoe harder je gaat, ja, uh, hoe kun je die luchtweerstand omlaag krijgen? Er zijn uh, ...manieren voor, hè? zoek even heel snel... Het afnummer, ...nummer 60 was ja. dat, aflevering 60... ...Winst met Wind. En je denkt op een gegeven moment... ...daar zit ook een limiet aan... ...maar die zit er dus niet... ...want die, ja, die mensen zitten dus... ...in de, de kleinste onderdelen te kijken... ...van elk boutje, schroefje, moertje... ...wat een beetje uitsteekt... ...en eventueel wat wind pakt... ...of waar de kan wind blijft leven... Daar kan, ...daar kan er vanaf. En dat is Dan Biggum ook... die. Uh, nou ja, nogmaals, continentaal niveau, Engels. Ja, we we uh... zitten in een loepje. Wie is Dan bigger. Ja. Je zegt dus, hij is goed in de achtervolging. Hij is 30 jaar, hij fietst al zijn hele leven. Hij fietst ook op de weg, maar in een continentaal groep. Ja, bloeg, hè? ja wel, precies. Prof. En dan wacht hij dan bij het Engelse kampioenschap. Is hij twee keer achter elkaar tweede geworden? Oké. Okay. Nou, dus hij laat wel zien. van... In uh... een sprint of een Nee, in, ja, in de tijdrit. Heen. Ah, zo ja. Ja, okay. Dus de heb je, Ja. Ja. Dus dan na, na Ethan Hater was die ja. en dan zelfs voor Alex Dowsett. Nou, dat is een andere uh, Engelse-Britse hardrijder die dit vorig jaar ook het U-record uh, heeft proberen te verbeteren. Hij had het al eerder, maar hem is het niet gelukt om maar aan te geven. En iedereen dacht van tevoren, nou, Dowsett moet dat ook wel weer kunnen. Maar uh, ja, dat was eigenlijk wel een verrassing van, nee, zo makkelijk is het dus ook weer niet. Uh, nou, Bigum is dit jaar bij de In INEOS-ploeg gehaald. En zo werd hij binnengebracht van uh, niet zozeer vanwege zijn uh, wielrenkwaliteiten, maar als zijn de aerodynamica-expert. Hij is uh, performance-engineer. En uh, nou ja, dan, uh, even. Dus hij heeft een contract. Hij, hij rijdt nog bij een andere ploeg ja, of hij rijdt maakt. Hij, hij rijdt bij een continentale ploeg. Dus als een rijder, uh, ja. zit hij bij een andere ploeg en hij werkt nu bij Ineos Precies. als engineer. Ja, hij zit bij de Ribble Weld Tight Pro Cycling. Continentaal ploeg, die uh, as we speak volgens mij deze week in de, de ronde van Achterhoek uh, fietste bijvoorbeeld. <laughs> ja had hem kunnen ja. zien, ja. En, uh, en hij zit dan zwinters nog bij het, het Huub Watbike Track Team, dus dat is de baanploeg. Oké, okay. Dat is ook wel interessant, want Huub ken jij als... Als, de... als zwempakker. Ja, ja, precies. Dus dat is ook zo'n bedrijf wat ooit opgericht door Nederlander Huub Toussaint Ja. Dat is de, uh, de vader van de uh, Toussaint die zo goed kan zwemmen. Hij, Hup kwam ook uit het zwemmen. Maak je toch heerlijk veel zeeversier? Ja, <laughs> maar, het is, maar het is allemaal belangrijk, want zo komt dat. Hub Toussaint was gewoon een bewegingsleidschapper die en goed kon zwemmen. En nou, zijn dochter Kira kan het ook. Ja. En die heeft dus, ja, die zijn allemaal bezeten met eenmaal manier van materiaal. En die, ja, materiaal, uh, stroomlijn. Ja, dat is die achtergrond als bewegingswetenschapper. Die kunnen aardig ook rekenen, modelleren en noem maar op. En die denken waarschijnlijk continu. Ja, waarvan nog een te halen? Hij is dan met uh, hub gestart. Nou, zwempakken. Maar inmiddels maakt ze ook allerlei fietsonderdelen. Uh, Triathlon gespecialiseerd. Uh, nou, en heeft dus een, een baanploegje uh, met een aantal Engelse hardrijders. En uh, ja, dat is toch wel interessant, omdat dat een soort uh, beat cycling is, zeg maar. Maar daar zit ja, dit, heel... dit is Inside beat cycle. Ja, daar is zit een, van het Schip een, ook uh, ja, bij is een... Ja, een ploeg. Waar ja. Je, die hebben profs, maar daar kan iedereen lid van worden, ja, toch? Klopt. Begrijp ik? Het is ja. eigenlijk een soort vereniging. Zij achter. willen uit, zijn ook een continentaal ploeg, hebben eigenlijk ook een baantak. Ja. En dat is ook wel iets. Ja, waarom doet Jumbo Visma niks aan het baanwiel rennen? Waarom doet uh, DSM? Waarom hebben al Precies. die ploegen? Dat wordt. Dat je, je gooit eigenlijk gewoon, want de, de basis van wielrennen zit gewoon in de baan. Vroeger werd alleen maar op de baan gefietst en pas later. Op de dus, weg. Ja. Beetje uh, zoals in de atletiek. Dat doen ook veel mensen, zeker korte afstanden, op een baan. En ja. daarna, langere afstanden, gaan we naar buiten. Ja. De, de, het aantal zijpaden is ongelooflijk. Ja. Ik probeer ons even terug te brengen naar 19 augustus 2022. Dan Biggum, ja. deze man dus met deze achtergrond en al deze haakjes, gaat een poging doen om het werelduurrecord te verbeteren. Jij dacht van tevoren, ja, dat denk wel dat hij het Zeker. haalt. Ja, en dat heeft er met te maken. puur door dat deze het... achtergrond. Ja, de, en dat het INIOS in, in staat daarachter. Ja, ja, die geven hem tijd hiervoor. Ja. En hij heeft op Mallorca gezeten, las ik. En dan, uh, oh ja, dat was wel grappig, hij Wat ging betekent niet... dat? Hij heeft op Mallorca gezeten. Als het hoogste stage. Oké, okay. dat wel. Of Wist in ieder geval als Mallorca voorbereiding? bekend stond uh, om de hoogte te staan. Uh, nou, dan moet ik even kijken. Ten de Andorra tijden is, Andorra is dat toch? Oh, oké. Okay. Ja. ja, ik wou zeggen, Mallorca, dat is uh, strand en feest. Andorra, uh, maar dan ging hij niet zozeer uh, op de weg fietsen. Dan ging hij gewoon op zijn balkonnetje. Ja. Op zijn stationaire Wattbike. Ja. Uh, en uh, kon hij wel zijn mails namelijk beantwoorden en zo. En gewoon nog modelleren en noem maar op. Waarom was hij daar dan? Oh, gewoon om in ja, de eile lucht te zitten. Ik denk dat hij... Nou ja, dan maakt het verhaal... Hij is, hij is erbij gehaald van... Hij heeft verstand om de Formule 1-kennis... Uh, ook in het wielrennen te brengen. Dat is dus okay. het persbericht wat Ineos deed uitgaan... van we hebben ben, Dan Bigum binnengehaald. Ja. Uh, nou, iedereen linkte dat toen aan... ...hé, hey, we hebben Filippo Ganna bij INEOS fietsen... ...dat is een hele goede tijdrijder... tijdrijder. ...die liet ook doorschemeren... ...hé, hey, dat werelduurrecord, dat uh, lijkt me wel wat... ...hij zou dat uh, ergens rond nu gaan doen... ...alleen hij, twee maanden geleden kwam het bericht... ...dat Filippo Ganna zei... ...ja, sorry, het komt mij niet uit... Uh, ...moe, vermoeidheid, druk schema... Ik, uh, ...ik sla dit jaar over... ...en toen heeft uh, ja, Dan Bigum, denk ik... Zo vul ik dat in. Gedacht van ja, hallo. Dan pak ik, ben, ik die slot wel? Ik ben al een half jaar voor jou aan het rekenen en aan het modelleren. waar allemaal tijdwinst te halen is. Uh, en dan ga jij het niet doen. Hé, hey, uh, kan ik dat niet gewoon gaan doen, dat record? Nou, hebben ze gezegd bij ja, maar goed. Jij bent geen wielrenner bij ons. Jij moet gewoon je werk doen als engineer. Oké, okay, nou, dan ga ik naar Andorra. Ik uh, ga gewoon lekker bezig met, uh, door met wat ik aan het doen ben. In de tussentijd bereid ik me voor op dat record. Ik zal jullie laten zien dat het mij gaat lukken. Ja. Dus willen jullie mij wel ondersteunen in deze? En uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Die, zij gaan naar, zijn naar Grenchen gegaan. Dus ja, die... want dat is het volgende onderwerp. Ik probeer naar 19 augustus te gaan. Ja. In jouw boek uh, wordt er erg veel geschreven over ja. uh, Ex heet het zo? Mexico in ieder geval, dat uh, heb ik Ja, ja. Uh, Aguascalientes. Calientes. Aguas Calientes. Ja. Dat ja. zocht ik. De baan op hoogte, ja. want daar is de lucht zo lekker ja. dun en el. Ja. Was hij ook in Mexico? Nee. 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 Hij was ja, uh, ja, in Grenchen, Daar was Ellen van Dijk ook. Van Dijk ging ook naar Grenchen. en. Uh, Zwitserland is dat. Ja. En dat is slechts op 450 meter. Nou ja. ja, Van Dijk dat had deels te maken. Ja, je moet er maar zin in hebben, hè? Van, uh, nou, het kost meer voorbereiding. Dat is één. Het ja. kost meer geld sowieso. Om naar Mexico te gaan. Ja. ja. Uh, en nou ja, wat ik van, van Beukenboom toen zelf ervaren. Je weet niet wat je aantreft, in welke hoedanigheid die baan erbij ligt. Oh ja. Het gaat toch een beetje met de, de Mexicaanse slag, wordt die bijgehouden. In Grenche, dat zit vlakbij dat UCI hoofdkantoor. hoofdkantoor. Ja. UCI zegt ook. Dat natuurlijk net een record gereden, door Ellen ja, van Dijk. Kom maar bij ons, wij zorgen dat die baan Picobello uh, in orde is, omstandigheden, je wordt goed ontvangen, goed hotel, noem maar op. Dat soort dingen moet je allemaal in Mexico zelf gaan regelen. Ja. Dus, dus Dan Bigum was in Zwitserland. Ja, en ik denk omdat Filippo Ganna ook heeft gezegd... ik ga in principe gewoon in Grandje dat record verbeteren. Ah, dat stond en, al vast. En hij heeft gedacht van ja, ik kan dan wel... Uh, klinkt bijna alsof ze de baan al gehuurd hadden. Ganna maar, ging ja. niet, dus dan ging Bigum maar. Dat is een soort generale dan voor, voor Ganna. Maakt en, het nog uh, bijzonder ja. dat hij het heeft gehaald. Nou, laten we niet vergeten dat Dan Bigum al uh, een jaar geleden... in, was het in Manchester volgens mij, het uh, uh, harder reed... Dan, um, dan Wiggins. Ja, want ik lees, daar heeft hij ook een poging gedaan, ja. een uurrecord. Ja. Maar dan het Engelse uurrecord ja. of zo. Maar ja. Hoezo zou nou ja, dat niet kijk, tellen? Kijk wat het is. Het werelduurrecord moet je officieel aankondigen bij de UCI. Ja. En dan zeggen ze: prima, maar dan moet je ook in onze uh, bloedpaspoortprogramma. Uh, ah. ...moet dopingcontroles en uh, je neemt maar een bak met geld mee... ...want je moet alle officials moeten ingevlogen worden... ...en die moeten vertroeteld worden en uh, nou ja. Dus dat geld had Dan Bigum op dat moment niet... ...want toen zat hij nog niet bij INEOS. Hij heeft gewoon gedacht, ja ik kan wel hard uh, fietsen... Mijn vriendin uh, Jos Louden, dat was degene hey, voor, naam. voor Ellen uh, van Dijk die het had. Aha, het is dus toch een klein wereldje eigenlijk. Ja, dus die hebben elkaar lekker aangestoken van, hey, nou zal ik het dan ook maar eens gaan doen of zo. Volgens mij ja, en, uh, dus dat zat niet eens zo ver van elkaar af. Uh, en hij heeft, ja, iedereen was toch verbaasd, gewoon harder gefietst dan Wiggins. Vorig geen, jaar in Engeland. Ja, geen ja. officieel record, maar je mag het dan wel een, uh, een Engels uh, record noemen. Vandaar. En toen uh, zei hij al, had, nou, geef me aan wat voor nerd hij is. Ja, ik heb, uh, werd hem gevraagd, kun jij dan niet ook um, Kampenaars verslaan? Toen had hij geantwoord: Ja, ik, heb dan, uh, ik moet ergens 7 watt op winnen of nou ja, voor besparen. Dat zegt genoeg, denk ik. Hè? Ja, hij dus, wist toen al meteen: het ja. is 7 watt verschil. Ja, nou ja daar, heeft hij, daar is hij mee aan de slag gegaan. Het zij zijn fiets, het zij zijn houding, het zij uh, nog wat extra training. En uh, ja, hij, nou, hij, is, hij is er vol overheen gegaan, natuurlijk. Zo'n beetje 400 meter, twee baantjes. Of uh, twee rondes uh, meer gefietst. Ja, dat ja. is toch wel, uh, wel knap. Nou, ja. wat een inleiding. Uh, ja. Ik heb het idee dat ik hem een stuk beter ken. Ik snap nu ook allerlei haakjes die rondom deze man spelen. Ja. Laten we zomaar eens even uitrafelen. wat er precies in dat uur gebeurde. Het materiaal en hoe dat uur is verlopen. Maar niet voordat we even stilstaan bij een bijzonder moment. Wij zijn uh, sinds begin dit jaar 2022. Uh, in de gelukkige omstandigheid geweest. dat we een aantal commerciële partners aan ons hebben gebonden. Het heeft ons geholpen om ook financieel deze mm -hmm. podcast te dragen. Ja. Maar uh, we kregen van de zomer bericht dat uh, uh, Blackroll, de uh, foamrollers en herstelcompagnie, uh, ermee uh, gaat stoppen. En ik merk eigenlijk, ik heb daar gemengde gevoelens bij. Ik vond het heel fijn dat ze ons gesteund hebben. Ja. Gelijktijdig vind ik advertenties in podcasts eigenlijk zelf ook bloedirritant. We hebben een poging gedaan met z'n tweeën om daar dan iets van te maken waar je in geval hopelijk nog een glimlach van krijgt. Dus bij deze, uh, dankjewel Blackroll. Dit is de laatste uh. officiële hersteltip. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door, oftewel herstel. Daarom brengen wij om de twee weken een korte, snelle hersteltip powered door onze partner BlackRoll. Deze week hebben we het over de invloed van mentale vermoeidheid op je herstel. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover? Wist je dat mentale vermoeidheid de sportprestatie negatief beïnvloedt en zo het herstel vertraagt? Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat wielrenners minder hard fietsen en voetballers onnauwkeurig passen wanneer ze van tevoren een complexe computertaak hebben verricht. Hm, interessante studie. Hoe gebruik ik die kennis nou praktisch om deze week goed aan de slag te gaan met mijn herstel? Nou, door bij je herstel rekening te houden met hoeveelheid stress die je op je werk of thuis ervaart. Stel je intervaltraining dus gerust een dagje uit als je merkt dat je mentaal vermoeid bent. Hm, goede tip. Ga ik deze week gelijk mee aan de slag. Powered by Blackroll. Ja, zo. Zijn we even, even terug wat gekalmeerd na alle opwinding <laughs> over Dan Bigham. Uh -huh. Moet ik er natuurlijk nog wel één ding bij zeggen. Uh, Voorlopig advertentievrij. Uh, maar ja, dat betekent wel om, uh, om door te kunnen gaan dat we nog meer afhankelijk zijn van onze verkopen in de webshop of uh, van natuurlijk onze vrienden van de show. En uh, afgelopen zomer hebben we een mooi rijtje nieuwe vrienden erbij gekregen. Ik wil ze toch een keer uh, noemen. Normaal staan ze altijd uh, onderaan de website en in onze wekelijkse mailings. Maar uh, bij deze ook in de podcast. Uh, nieuwe vriend van de show zijn Jan Braan, Dave Jessen, Ronald van der Bok. Steffen, Alex Nieuwenhuizen, David van Oosten en Albert. En uh, mocht je deze mannen kennen, of uh, mocht je denken, ja, 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 ik luister toch ook altijd met veel plezier naar die podcast. Maar ja, uh, vriend van de show, dat is er nog niet van gekomen. Misschien is dit dan het moment voor uh, de prijs van uh, één kop koffie per maand. Steun je ons? Dat uh, is een klein bedrag. En het leuke is, als je dat nou in één keer afrekent, dus in één keer voor een heel jaar, betalen wij maar één keer transactiekosten. Dus dat is ook nog uh, interessant. En het geeft je ook wel wat voordelen sowieso: 25% korting op alle items in de webshop. En uh, toegang tot de exclusieve, slimmer presteren Strava Club. Waarin je kan zien wat alle andere vrienden doen, maar ook bijvoorbeeld onze gasten. Het is het altijd bijzonder om te kijken wat Thijs van der Veld allemaal fietst en uh, al die uh, andere leuke gasten die we gehad hebben. Dus... Ja, hij is wat rustiger aan het doen, hè? Hij, zit Barie, hij zit op Bali. Hij zit op Bali, lekker ja. vakantie te houden uh, nu we dit opnemen. Maar goed, dus we gaan terug naar 19 augustus 2022, naar Grenchen. Ja. Uh, voor de kijkers op YouTube, nee, voor de luisteraars op YouTube, kun je nu zien dat wij ook een aantal plaatjes hebben meegenomen. Ik zie hier een uitgebreide grafiek. Die heeft uh, Xavier Disley getwitterd, ja. zie ik in de bronvermelding. Waar kijken we naar? Ja, we hebben een uh, dus select groepje mensen die dit uh, altijd volgen en dan uh, rondetijden noteren. Ah, ik heb dat ook een tijdje gedaan zelfs. En uh, nou, ik zet wel in de show notes nog een programmaatje wat ik ooit gemaakt heb met ook zo'n uh, slimme uh, data nerd. Waardoor je eigenlijk uh, precies kan vergelijken per ronde waar uh, ja, in het verleden mensen tijd lieten liggen, waar Beukenboom de, eigenlijk uh, zichzelf de vernieling inreed, dat soort dingen. Ja, want het is eigenlijk een heel simpel grafiekje. We zien <tie> op de horizontale as ja. uh, de rondes. Hè, hoe verder naar rechts, hoe meer rondes. En op de linker, op de verticale as zien we de snelheid op een schaal van 50 tot ja. 58. En dan zien we eigenlijk bij iedere ronde keurig een stipje. Wat dus aangeeft wat de gemiddelde snelheid van die ja. ronde was afgeleid, denk ik, uit uh, de rondetijd. Uiteraard. Nee, en gaat, dan zien we wel ja. een interessant patroon. Ja. Natuurlijk, in het begin is het altijd even lastig op gang komen. Je hebt een Louis Ware verzet. Hij had 54-14. Nou ja, dat is voor uh, in, insiders denk ik, wow, dat hebben wij nou, de sprinters niet eens. Oké. Okay. Ben je eenmaal op gang, Ja, dan is het kwestie van eigenlijk één tempo fietsen. Nou ja, de, Zo pay, hoe ga je pacen? Constant paceen? mogelijk, ja. ja. Nou, dat is wel interessant, want we hebben natuurlijk al over pacing gehad een aantal keer. Hoe, hoe Pak je dit nou aan? Is het goed om rustig te beginnen? Ga je zo constant mogelijk? Uh, of, of hard van stapel en dan maar zien we het schipstrand. Nou ja, hij koos echt voor uh, een relatief rustig begin. Tot, uh, nou dat zie je eigenlijk de eerste 20 minuten. Ja. Zat hij gewoon onder het schema. Ja. En uh, nou ja, liet het ook niet te ver oplopen. En dan ineens na 20 minuten, dan ging hij versnellen. En dat is toch wel bijzonder. Wat je normaal ziet is na 30, 40 minuten, ja, dan gaat de boel een beetje inkakken. Ja. En dan wordt het zwaar. Want. Uh, en, en we zien hier op de horizontale als niet de minuten, maar de rondes. Dus 30 ja. 40 minuten, bij hoeveel rondes zijn we dan? Uh, totaal is 222 ronden, dus 223. 230, 150 ja. rondes. Ja. En dan uh, nou, tilt hij dat. Uh, gaat hij gewoon kilometer per uur even bij doen. Ja. En hij houdt dat ook gewoon super strak vol. Want voor onze luisteraars, ik zal beschrijven hoe die lijn eruit ziet, we zien een duidelijke zwarte streep op de gemiddelde tijd die hij uiteindelijk gereden heeft. En die stipjes curven eigenlijk langzaam omhoog. Ja. He, dus we beginnen links, wat je zegt, net iets onder dat uiteindelijke gemiddelde. Eigenlijk zitten we hier gewoon aan een negative split te kijken. Ja, zeker. Dat en is dat, toch vrij uniek. En dat zie je niet. Dat inderdaad, uh, in de historie van het Wil is dat helemaal uniek eigenlijk, ja. Uh, heb jij hem in interviews vooraf of achteraf hierop horen nee, reageren? Was uh, dit een bewustzijn? Dacht hij onderweg, nee, nou, kan daar een puntje bij? Is ook het mysterie, Dan Biggum geeft amper interviews? Ah. Of uh, heeft het helemaal nooit over dit soort dingen? Nee, hij, uh, ik heb wat Engelse kranten gelezen. Nee, eigenlijk is het daar ook wel ja, meer uh, over uh, hoe bijzonder de prestatie, maar niet zozeer over inhoudelijk van. Uh, Waarom heeft hij dit gedaan nazi? zoals hij het gedaan heeft? Ja, hè? Dit is, was ook wel de manier waarop hij uh, zijn vorige poging uh, deed. Toen dat hij was Lucas ook al verbeterd. deze ja. opbouw, wil je zeggen. Deze dus op, pacing strategie. Ja, de vraag is, ligt dat? Uh, past hem dat heel goed? Dit uh, uh, deze jas, zullen we maar zeggen? Of? Is zit daar ook nog uh, wat uh, slimme mensen bij Ineos bij die alles weten van uh, energieverdelen, Peesen? en hebben gezegd van volgens mij is ons is dit de manier om uh, zo'n werelduurkor uh, te benaderen. Ik vind het wel heel grappig. Oh, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Ik zit helemaal rechts te kijken. De laatste tien stippen. Ja. Daar lijkt het alsof die klassiek misschien een soort opblaast. Hè? Want we hebben een outlier naar boven. Ja. Hij gaat extra hard. Ja. En dan boem Zien we toch wel even iets ja. uh, de flink afvallen. Maar opeens realiseer ik me. Daar heeft hij natuurlijk te horen gekregen dat het heeft gehaald, of niet? Nee, hij heeft niet met die rondes verschil gehaald. Ja, maar het is wel weer. Ja, een hij weet het uh, Ja, Terwijl Kampenaas dat juist de laatste drie, vier ronden. gingen hij ineens. Nou, dat waren de snelste ronden die hij had. Dus hij had eigenlijk die trok de tank achteraf tank nog zeg even je. leeg. Ja. Nou ja, misschien is dat het verschil van uh, heeft hij inderdaad zijn tank helemaal leeg kunnen rijden. Ja. En Kampenaar is toch een beetje, een beetje, laf zeg maar. Uh, tuurlijk, tuurlijk uh, heel diep gegaan. Maar op het eind blijkt hij dan toch nog wat over te hebben. Het befaamde laatste stukje. Hè. Hoeveel ja, kun je dan nog? De sprint. Ja. Ja, de vraag. Dus ik weet niks ook van zijn voorbereiding. Hoe heeft hij dit heeft hij geoefend, getraind, op uh, bepaalde manieren? Maar dit is dus een opvallend verschil. Ja. Uh, dat we dus zien. Een, een negative split eigenlijk. Zeer ja. structureel, uh, harder en harder. Ja. Heb jij ook nog twee foto's meegenomen? Ja. Eens even kijken. Want iedereen zat natuurlijk. Want jij zegt, het is een materiaalfriek, Ja. Het materiaal. We hebben twee foto's. één foto schoon van zijn fiets. En één foto van zijn fiets in bedrijf. Precies. Uh, help mij eens kijken, want als ik hier naar <laughs> kijk, denk ik, ja, nou ja, ja, opvallende roze wielen. Ik maar uh, veel muziek er niet aan. Ik kan het ook niet. Uh, 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 ik zie wel, het is natuurlijk een fancy fietsje. Daar niet van. Ja, maar, maar wat is er zo speciaal? Ik zie aan? veel dikke buizen. Ja. Nou, dit is eigenlijk gewoon, uh, want je mag niet, je moet een fiets hebben die je kan kopen. Dat is eigenlijk alleen... Nee, dat is een nieuwe regel, hoor. De, ja, dat wordt wel met, met een beetje... Ja, dat is een beetje grijs gebied. Want wat kan je precies kopen? En daar is dan ook wel wat discussie over. Bijvoorbeeld, nou, het frame lijkt heel erg op... en zal het ook zijn... Het wordt er wordt gebracht als een prototype Pinarello frame. Pinarello is sponsor van Ineos. Oké. Okay. Dat het hun uh, tijdrit uh, uh, frame is. Uh, en dan prototype, uh, ja, van de prototype van de Bolide F... Schijnbaar is dat het nieuws. Ja, jij jij het weet vreemd. iets beter hoe al die buizen heten. Maar ik zal maar even zeggen: de diagonale buis valt me op is enorm dik. Ja. Uh, eigenlijk de, de zadel, de verticale buis, is ook vrij breed. Ja. En dan de, de, de bovenbuis is licht gekromd. Ja, dat, dat is typisch ook Pinarello hoor. Die, uh... okay. Ja. Eh, nou, dit is eigenlijk ook dezelfde frame waar Ganna op rijdt. Oh ja. en, uh, en verder oogt het inderdaad ja. allemaal bijzonder glad. Wat natuurlijk heel. Ja, nou goed, dat je dit zegt. Waarom staat hier niet met grote letters Pinarello op? Ja, waarom? Ja. ja. Dat is misschien ook een Gewicht, beetje het Stickers, ja, verf. Ik, ik denk het. Of toch een beetje een mysterie van. Nou, we willen niet te veel. Uh, nee, het zegt je, Jij ziet wat we niet zien. Deze fiets is inderdaad helemaal kaalzwart. Ja. En dat is toch gek? Want het is wel een. Uh, nou ja, waarom. Ja, waarom doe je daar moeilijk over? Je moet toch laten weten van deze fiets is te koop, in ieder geval het frame. Maar ik denk dat misschien inderdaad elk... Uh, elk grammetje uh, telt. Elk, elk dus grammetje telt. als we hem niet hoeven te stikken ja. of hoeven te spuiten, ja. dat is weer minder. Nou, ik... en, en dan nou, was er wat... Nou, dat, dat stuurtje, dat is uh, 3D uh, geprint stuur, op ja, maat het, gemaakt. Het is een tijdritstuur... Ja. Zoals we dat meer zien, maar een beetje een kuipje lijkt het. Klopt. We zien daar ook, hebben we ook in de aflevering 60 over gehad, dat het uh, als een soort twee verticale verhogers heeft: ja. hè? Twee, twee verticale strepen op het oskopstuur. En dan heb je toch nog een oskop. Ja, waarom nodig, zit dat er dan alleen nog maar op? voor de eerste ronde eigenlijk? Voor het aan komen? Ah, ja, dan kun je nog ja, niet meer liggen. In het begin moet je nog even, en daarna eigenlijk heb je er niks meer aan. Maar dat uh, 3D, dat is ook. Ja, de, de, de tijd van Beukhoven was dat een hot ding. Want bij hem was het heel onduidelijk. Mag dit nou wel? Mag dit nou niet? Dat is continu discussie. Want een 3D geprint stuurtje... Ja, maar dan is het custom en dan kun je ja. het niet gewoon kopen kijk, in ja, de winkel. Nou ja, en dan is toch de redenatie van nou, iedereen kan tegenwoordig 3D een 3D print, uh, geprint stuurtje krijgen. Oh ja? Heb jij al iets gedreed print nee, in je huis? Nee, ik nog niet. Maar uh, uiteindelijk beukenbom... Ja, de, kijk, die, die officials en de UCI-regels, die, die worden continu met, met voeten een beetje getreden. Uh, uh, dus ja... Uiteindelijk was het even spannend, maar uh, hebben ze dat destijds goedgekeurd en sindsdien mag dit gewoon. Kijk, die Damp Biggum heeft ook zijn eigen uh, shop, hè? waar je uh, dingen kan laten printen bijvoorbeeld. En waar die, uh, dus misschien hij heeft een die... 3D-printshop. Ja, volgens mij wel. Voor, voor het fietsen. En dus hij, hij zegt, heeft alles, ja. dit is gewoon de administratieve looprol. Ja. Hij zegt, nou, iedereen kan dat stuurtje bij mij kopen. Hij, hij, hij noemt het de Whatshop. Dus daar heeft hij, heeft hij even rond Heb, heb, Van heb waar jij kan, daar rond geneust? kan wat, 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 wat ik... Uh, kan uh, nee, het, het is vooral zo'n shop waar uh, alle foto's op, op Instagram komen te staan. Ja, dat is jouw uh, domein. Daar kijk ik verder <laughs> niet. Nee. Maar ik denk dat uh, uh, de, de de gadget freaks daar likkenbarend kunnen uh, rondneuzen. Kan natuurlijk <laughs> gewoon live even kijken. En uh, ja, kijk het feit al van dat dat hij zo'n shop begint van om al die uh, die die wannabe tijdrijders uh, triatleten te helpen. Ja, dat zegt goed. Dus hij, hij weet. Hij weet donders goed van uh, wat het nieuwste van het nieuwste en het beste van het beste is. Lachen. Er trein. staat inderdaad, ik zit even nu live uh, op de uh, WhatsApp te kijken. Uh, link in de show notes. Dan vind je inderdaad 3D geprinte stuurtjes. Daar vind je tandwielen. Ja. Daar kun je testen en consultancy doen. En daar kan je ceramische tandwieltjes voor je derieur kopen. Je kan uh, rem, mooi glad gevormde remblokken kopen. Ja, nou ja, ja, interessant. Bandjes, Veloflex, zie ik. Ja, nou hij heeft ook uh, dus zijn, inderdaad zijn, uh, ja, hij heeft spullen eruit, zie ik. Want ik heb, ik heb een lijstje, dat kwam dan snel op internet, van wat hij op zijn fiets had. Nou, ja. zeg mij allemaal niks. Nou, de 3D, uh, uh, de 3D stuurtje. Ja. Nou, dan had hij de Princeton Track Special Wheels. Ja, ze waren roze, zag ik. Ja. Dat zien we uh, op, het, uh, maar op hoe de speciaal foto. Ik weet niet ze ook. precies zijn. Ze had zijn hij, in ieder geval helemaal dicht. Ja, Continental Tires, maar dan wel de GP5000 TT. Nou, daar kan je ook nog, want je wil die rolweercenter laag hebben. En dan had hij natuurlijk zijn, 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 zijn bladen voor en achter, die komen uit zijn shop: de Watchop Craters Arrow Crank Chainring. Ja. Voor en achter uh, had hij een bepaalde ketting. Heeft hij ook aangegeven welke uh, olie of welk spulletje die daarvoor voor gebruikte. De lubricant. Dus in die zin, jij zegt hij geeft weinig interviews. Hij duidt niet, ja, maar, maar dit, dit heeft hij nee. allemaal wel gepubliceerd. Maar daar is volgens mij ja, vindt hij dat ook heel logisch. Van ja, nee, uh, dit is mijn werk. Ja. Om uh, zo aero mogelijk te zijn. En, uh, nou, en, hij, en zijn, hij, hij werkt dan samen met BioRacer voor de pakken. Ja. Nou ja, je hebt uh, Jumbo Visma uh, die laat dan uh, na, na de tour mag Agu weer zijn zegje doen van het ligt aan ons of onze pakken hebben echt geholpen. Nou BioRacer is een andere uh, fabrikant die uh, die dus ook hele snelle pakken maakt. Nou die hebben voor hem uh, een bepaald skin suit en overshoes gezorgd. Uh, dus ja, op die manier denk je van nou, het is allemaal te koop. Het is allemaal best wel duur natuurlijk. Het is allemaal best speciaal, maar nou ja, het is niet. van hard fietsen. Ja, het is deels mysterieus, maar ook weer niet, want dit, uh, als je dit zo'n fiets wil hebben, dan uh, moet je even in je buidel vind Vindt een gaaf record? Nee. Uh, ik vind het gaaf. Ja, ik vind het wel. gaaf. je? Nee, bedoel, je vindt een record gaaf, Maar deze, hè, Victor Kampenaars. Het is lang was het Victor ja. Kampenaars. Ik maak, me... ik vind het ontzettend gaaf, omdat het me weer doet denken een beetje aan de tijd van uh, ja, van Beukenboom, waar toch het idee van. Een prestigieus record. Iedereen denkt van ja, je, dan moet een profrenner zijn dat dan toch iemand verzint van nee, wat is er nodig? We gaan het gewoon berekenen. Nou, je moet gewoon een vermogen kunnen trappen en uh, tegenover een bepaalde luchtweerstand. Ja, moet dat per se een prof zijn? Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat kan, dat kan een beukenboom zijn. Maar dat kan ook een Dan Bigum zijn... waarbij ja, het grote verschil is, denk ik... dat Beukenboom was niet geïnteresseerd... in zijn eigen materiaal. Hij uh, had hij gewoon een fiets maken voor zijn... Nou, zoek jij maar het beste uit. Ja, Tuurlijk, en één keer... Echt... Uh, naar, uh, naar de windtunnel... nou, dat moest dan maar. Uh, maar eigenlijk moet je volgens mij... continu bezig zijn van... hé, hey, maar ik denk toch, dit kan sneller... of als ik nou zus doe of zo doe. Ja, dat heeft deze man dus wel. En uh, ja, daar heb je denk ik ook nodig... om. Om echt zo begeisterd te zijn door dan een maanden bezig zijn met het record. En te denken, hey, kleine verbetering, yes. Ik ga hier nou, extra wat erbij. En nog eenmaal, nou ja, dan kan je je wel voorstellen. Dat hij op een gegeven moment ja, zo vol in dat record gaat. En vol zelfvertrouwen. Dus ik vind, het, ik vind het wel heel mooi. Ik ben wel een beetje bang dat de aandacht voor het wereldrecord nu nog minder zal worden. Omdat mensen zeggen, zie je wel. Dit is gewoon ja een is uh, gewoon uh, maakbaar. Een ma ja, is gewoon een maakbaar ja, uur. Hè? Kijk maar een beetje verstand van innovatie. Een boek van. en uh, een snelle fiets en je bent er. Ja nee deze vent kon ook wel zeker fietsen daar niet van. Leuk om straks even met Guido over te hebben. Yeah. Guido. Van welk, welk vermogen zal hij getrapt hebben? Wat ik is, zit op de klok te kijken over ons waar? eigen maakbare uur. Ja. Uh, laten we inderdaad maar eens even Guido Vroemen erbij gaan schakelen. Aan hem vragen wat hem is opgevallen. En ik ben wel eens benieuwd om vanuit zijn perspectief te horen. waar nou de volgende grens verlegd moet worden. Ja. En dan uh, sluiten we samen deze mooie aflevering af. Doen we? We gaan zoomen. Guido, hey, goedemorgen. Guido, goedemorgen. Heren, hey, weet jij nog waar je was? Vrijdagmiddag 19 augustus 2022, om een uur of drie? Op de fiets. <laughs> <laughs> Wat nou, was je prima. aan het doen op de fiets? Nou, het wereldhurencore, uh, <laughs> zelf verbreken. Nee, nee, gewoon lekker aan het fietsen. Oh, lekker aan het fietsen. Dus ook jij bent er niet voor thuis gebleven. Dat is een historisch moment, hebben we net van uh, Jurgen geleerd. Ja, oké, okay, dat klopt. Maar dat, nee. Dan, soms gaat dan eigen uh, dat ik denk, nou, ik moet nu zelf even gaan fietsen. Omdat uh, jij wist al dat hij het ging halen. hè? Nou, ik had er uh, één rondje te weinig ingeschat, ja, hè? Sorry. Nou, uh, ik zat er dichtbij, maar ik denk, nou, die, die gaat er wel verdomd dichtbij komen. Maar ik had verwacht dat hij zijn eigen record zou halen, maar niet die van Kameraad. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, dit is een verwijzing, hier. dit hebben we ook gehoord in de aflevering uh, over het Wereld gekomen met Ellen van Dijk. Jij hebt natuurlijk een heel model waarin je alles in kan uh, stoppen en uitrekenen wat het uh, zal gaan worden. Ja. Uh, heb je ook al kunnen analyseren welke factor, welke variabelen jij te licht had afgesteld? Ja, zeker. En, en dan is dan? ben ik nu nog steeds van ondersteboven. Wat dan? <laughs> nou, dat kwam op een gegeven moment... En dat gaat ook via Twitter dan, de mensen die ik dan volg... en die, waarvan ik denk, nou ja, weet je, die kennen hem... en die hebben goed contact met, uh, met de crew daar. En toen kwam een CDA-waarde tevoorschijn. En toen denk ik, what the fuck, dat geloof ik echt niet. <laughs> Toch, ja, wat die was. We, we proberen de hele aflevering ook... Nou ja, ze kunnen... kwamen dus met een CDA-waarde... Van 0,155. Ja, dat is heel. Dus Nog, ik, ja, even uitleggen, dus ik... CDA. Dat ja, heel kort. CDA ja, dat de, heel vaak genoemd, dat geeft de maar... relatie aan tussen uh, eigenlijk uh, snelheid en vermogen. De stijlheid van die ja. curve. En CDA is een, een optelsom van de A, frontale oppervlak. En CD is de, de luchtweerstandscoëfficiënt. Hoe makkelijk de lucht langs jouw lichaam, ja. langs het lichaam, glijdt ja. of blijft plakken. En eigenlijk, ho hoe ja. arrow ben je? En eh, nog even terugkomen waarom 0,155 super laag is. Volgens mij heb jij in jouw, uh, jouw boek uh, met, met die twee uh, heren al wat schattingen van CDA-waarden sowieso. Wiggins misschien 0,21. 0,20. Nou, Kampenaars... Ja, ook ja. rond die hoek. Ja, hij zat iets lager. 0,90. Ja, denk maar het. dan is... want zo klein is die... Uh, uh, dan Bigum helemaal niet. Hoe, do, hoe kan dat? Ja, maar ik, dat was ook mijn eerste antwoord... toen ze die data lieten zien. Hè, dus de luchtdichtheid en die CA-waarde... Ja. en het vermogen dan wat hij zou trappen. Als ik, die, als ik al die waardes die zij aangaven... in mijn formule intikte... dan denk ik, ja... Exact. Dan kom je dus op 55.550 ja, ja. uh, uh, meter uit. En dan denk ik, ja, maar die CDA-waarde echt, hoe kom je daaraan? Dat, eh, dus ik had mijn antwoord ook, CDA value 0.155 vraagteken. En ja, dat was een confirm confirmed antwoord. Zo ja. Hey, dat wat, was het. Want denk ik, nou, hoor ik dat, het nou goed als we Wiggins 0,21, zo zeg ik het maar eens. 0,20 0,20 en 0,11 zeggen jullie, maar oftewel 0,11 en een beetje. Nee, nee, nee. 0,155. Oh, 0,15. Ja. Oké, okay, maar goed, dat is nog ja, steeds ja. een factor van 25% ja. minder. Ja. Dat is het. Het ja. is echt 25%. Ja. Dat je denkt, dat kan niet. En hoe dan? Als je naar foto's of videobeelden van. Dan Bingham kijkt. Of naar zijn ja, fiets. Zie je dan techniek. waar het zit? Nee, daar dat kun je dat niet. Weet je, ik heb ook mijn CDA-waardes... En dan heb ik het dan over Jetse. Jetsen plat in een, in een handbike. Hè. Die zit natuurlijk ja. heel laag. En die zit laag bij de grond. Die is veel aerodynamischer... Dan gewoon zo'n ja. iemand... Die recht op de fiets zit. En hij zit dus nog heel veel... Onder die waarde. Oh ja? Ja. Hij zit onder de waarde van Jets Plat. Ja, Jets is 0,175. Oh, okay. wow, dat zou ik inderdaad niet. Uh... Oké, okay, maar ja. dit, dit toch, is wat dat, jou. Dat is toch raar? Ja. ja, dit is wat jou enorm opviel. Ja. Uh, inmiddels zijn we al uh, uh, even verder. Hier heb jij over nalopen denken. Ja. Wat is jouw verklaring? Ja, ik, ik weet niet wat er. Kijk, als, als die 0,155 klopt, ja, waar heb je dan de winst gehaald? Dan. dan... De A, dat oppervlakte van iemand, het frontaal oppervlak ...ja, je kunt niet iemand laten verdwijnen. Nee, nee. Je hebt gewoon een bepaalde hoeveelheid vierkante meters frontaal. Ja. ja. En die houding, die foto, die is niet ja. bizar, raar, gekker... ...dan nee. de gewend zijn op een tijd. Het, het is het. niet dat je dan nog maar 0,10 vierkante meter overhoudt. Nee. Overhoud. nee, nee. Dat, hè, en die fiets heb je ook nog, dus... Dus die cd-waarde, en dat is zeg maar de manier waarom, dat, waarom de lucht uh, om, je, de lucht heen om gaat, je heen gaat. Heen. gaat ja. Die zet je normaal, dat is een constante, hè? dat is een c. En dat staat normaal een beetje zo op 0,7 voor iemand in die positie, in die houding op de fiets. Ja, dan zou dat, als je op, op 0,3 vierkante meter hebt, dan zou dat 0,5 moeten ja. zijn. Dan heb je die cd-waarde, een constante, die dan ineens... 30% kleiner wordt. Dan denk ja. ik, ja. Maar dan heb, wat, wat voor stofjes heb je dan daarvoor moeten hey, gebruiken? Hey, hey, op, hey, hey, hey. En hoe dan? Nee, eerder... Stof, stof. Ja, ja. ja. Maar hoe dan waarom hoor ik het... dus eerder uh, Jurgen deze aflevering zeggen. Dan Bigum is ja. bij Ineos gehaald om, zei jij net letterlijk, ja, ja. de Formule 1 naar het wielrennen te brengen. Een van de key aspecten, natuurlijk met uh, snelle motors, maar uh, Aerodynamica ja. is key in de Formule 1. Zou hij zie je. Nee, want dan zou je het moeten zien Naar ja. de fiets, toch? Doet hij dingen met luchtstromen? Waardoor hij ze bijvoorbeeld, dus nu dit jaar in de Formule 1 natuurlijk groot, luchtstromen zo geleid. Hè, dat uh -huh. je er niet tegenop rijdt, maar dat je de, de, de stroom begeleidt of zo. Ja, dan zou je dat moeten zien op die fiets. Ja, ja, dat kun je ja. niet zien. Hè. Je ziet niet hoe de lucht om iemand heen gaat. Nee, uh -huh. maar je zou wel moeten zien dat het iets. Anders is of anders gebogen of anders. Ge... toch dat ossekop sturen, Jurgen. Nee, maar nee, dat de, de da is nee. Je hebt de fiets en je hebt de man hè, die ja. erop zit. Ja. En de man is ongeveer ja, 75% en de fiets is 25%. Van ja, dus de daar ga je het niet halen. Weerstam. Dus die fiets is heel beperkt in, in, uh, uh, in winst die je kunt halen. Dus het zit er met name in de persoon zelf en hoe hij op, uh, op die fiets zit. En dat ja. is niet zo dramatisch anders, dat je daar zo laag uit kunt komen. Want ja, dat, ja of hij heeft meer vermogen getrapt, dat die CDA-waarde dus toch wat hoger is. Maar ja, dat zeggen ze niet. Nee. En, oh ja, er kan ook nog een calibratiefoutje in de vermogensmeter. Uh, we hebben natuurlijk wel die, die, die ja. 3D geprinte monokok op zijn stuur, die ook nog dicht is. Ja, Zou dat veel dat, schelen? Dat is ook, een, is ook maar een deel van de fiets, hè? Ja. Jawel, maar dan kan toch voor zorgen dat de lucht niet tussen zijn armen terecht komt. En... Maar ken jij hem, uh, Dan Bigam? Ja, 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 ik heb met Dan in Brussel doorstart toen. Toen was uh, de Science and Cycling Conference daar ook. En toen heb ik samen met Dan ook een presentatie gegeven over aerodynamica. Ah, oké. Okay. En dat deden we ook samen met Nosio Connect. Weet je wel, dat dingetje wat ik uh, heb met die pitot-tube... wat je op je fiets kunt zetten... Ja. waar je real-time aerodynamica-metingen ja. kunt doen. roep ik ja. even aflevering 60. Daar hebben we het daar uh, uitgebreid over. Jeet, ja. dat je dat zo snel weet, man. Nou, daar hebben we ja. deze aflevering al drie keer over gehad. Shitje. En, ah, okay. en, en, en wat, was, ja, wat was jouw indruk van hem? Ik, vind, ik vond Dan een hele aardige, slimme gast. Ja. Weet je, we hebben heel veel goede discussies gehad... over wat hij dan doet. En dat is alweer... Wanneer was het? Ik Brussels, denk het al drie ja, jaar geleden. Jaar gaan, geleden vier jaar geleden? Ja. Ja. Zo lang al. Nou ja, drie, vier jaar geleden. En um, Dus we hebben die samen die presentatie gegeven... en daar ook wel over gediscussieerd... over de aerodynamica. En hij was toen op dat moment... ook al heel veel daarmee bezig. Alleen zelf als wielrenner was hij nog niet zo... goed als wat hij dan nu is. Ja. Hij, hij was toen ook veel meer een... Een studie bezig dan dat hij zelf fietste, ja. zeg maar. Ja. Hey, maar dit is toch frappant. Jij zegt dus: ik zie daar iets in de formules wat ik, waar ik met mijn hoofd niet bij kan. Nee. Dan denk ik, als oude engineer uit Delft, zit er dan iets in de formule verkeerd? Zien we iets over het hoofd? Maar jij zegt: het kan ook nee. dat hij stiekem meer vermogen zoek heeft getrapt. Weet je, ga maar opzoeken ja. naar alle, zoek van alle uh, uh, fietsers, auto's, Allerlei vormen die uh, snelheid maken in CDA-waarden. Dan heb je allemaal tabellen. Ja. En die kun je allemaal opzoeken. En als je dan denkt: huh, hoe kan nou een fietser zo laag komen? Ja. Dat, dan heb je, als je het over een, 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 een velomobiel hebt, dan heb je die lichtfiets. Hè, die, ja, die, met die punten voor en achter? Ja. ja. ja die hebben natuurlijk 0,12 of zo, heel laag. Maar ja, die hebben een hele koepel eromheen. Mm -hmm. dat, wow. is, dat heeft deze niet. Nee. Dus waarom die dan zo laag zou moeten komen, ja, daar zit dan natuurlijk wel het geheim. Dus Want, de vervolgvraag, ja. wat kunnen wij hiervan leren en wat gaan we in onze eigen tijd uh, doen, nee. ligt er nou, dan niet zijn op te natuurlijk, hij, hij zat wel super stil. Hij bewoog, dus ja. dat is het ook. Normaal zitten door mensen, ja, hij, bij hem kost het schijnbaar geen kracht. Hij zat ook met zijn kop de heel, hele tijd omlaag, dat mensen zich afvroegen, waar kijkt hij naar? Nou? Ja, die zwarte lijn. En hij reed ontzettend strak tegen die zwarte lijn aan. Er dus, dat, over, hè? Hè? dus dat. hij maakte. Wat was en de dat discussie? Ja. En dat is inderdaad. Daar wou ik ook net precies. Het uh, vertel jij het of ga ik het vertellen? Die blokjes. Ja, de blokjes lagen verkeerd. Ja. De blokken. Ja. De blauwe blokken die op het cordazuur liggen. Ja. De koraalzuur niet... is het blauwe stuk aan de binnenkant. Daar ja. mag je niet op fietsen. Precies. Als je daarop bent, dan ben je af. Ja. Nu de, en om te vermijden dat mensen daarop gaan fietsen, hebben ze van een soort blokjes. Ja. Leggen ze en. In principe op dat codazuur tegen de, tegen ja, de binnenrand of de buitenrand aan. Ja. Tegen. Nou, ja, die, lagen die blokjes, blokjes er wel. Alleen lagen ze juist aan de binnenkant, waardoor er nog steeds een stukje over was op het codazuur waar hij theoretisch kon fietsen. Kortom, ja. het schrikte hem niet af. Ja, hij werd niet afgeschrikt op blokjes die precies die rand markeerden. Ja, heel, heel maf. En ja, uh, nou en ja, dus, ik, ik heb dan? dat één keer eerder meegemaakt bij uh, Aguas Calientes, bij die vrouw, die Vittoria Bussi. Toen was dat ook zoiets van, die blokjes liggen verkeerd. Nou, in dit geval, ja. volgens de reglementen uh, uh, m, ja, ga, is deze poging niet geldig. Ja, dat zou je zeggen dan, ja. hè. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met de blokjes die in de schaatsbaan liggen. Ja. Die liggen daar niet zomaar, hè? die mag daar, als je daar tussendoor schaats met je schaats, dan word je gedisqualificeerd. En hier, ligt, ja, hier is maar één renner in de baan, maar die blokken aan de binnenkant dat zijn lange stroken ja. eigenlijk. En die zorgen er eigenlijk gewoon voor dat je niet strakker tegen de lijn aan kunt rijden dan dat het 250 meter is. Dus je rijdt altijd, als je er strak langs rijdt, is 250 meter. Ja. Rijder iets boven wordt het steeds meer. Maar dan heb je het over de zwarte lijn. Maar die zwarte lijn ligt niet helemaal strak tegen die kant. Nee, aan dus, toch het, wel? Nee, daar zit nog volgens mij een afstand van pak een beet. 7,5 centimeter zoiets. zoiets? Er ja. zit nog een reepje hout over. Ja, maar, maar in de discussie zeggen mensen: Ja, maar het is onmogelijk om op het Codazure te gaan fietsen. Omdat je met die snelheid in die bochten. Ja, goed. Maar je wordt gebruikt. natuurlijk die middelpuntvliedende kracht aan de buiten geworpen. Aan de andere kant hoor je dan mensen. Ja, maar ik zag hem ook op het rechte stuk af en toe echt wel nauw daar zitten. En volgens mij is het ook een psychologisch iets. Als je ziet, hé, hey, daar zit geen blokje. Dan durf je wel wat, wat strakker die bochten bijvoorbeeld rechte stuk aan te snijden. Dus uh, ja, die discussie is wel, uh, wel heel interessant. Van, uh, ja. hij, zal, hij zal niet op de code. Ja, maar hij hey. heeft gewoon. Echt, ik denk psychologisch voordeel van het feit van hey, ik heb een beetje ruimte. Daar. Het is niet erg als ik een keer het blauwe, zou, ongeluk, aan, ja, ja, ja. Het blauwe zou aanraken. Het risico ja. is verkleind. En van hoe een hij dat voor elkaar heeft gekregen, nou, dat is bizar. Ja, de, uh, ik denk dat zo, zoals het gaat, is dat zijn, zijn, uh, zijn hulpkrachten die worden een beetje ingeschakeld, jongens, leggen jullie die blokjes neer. Die hebben of uit onwetendheid, maar dat denk ik niet. Of de ja. gedachte van nou, leggen die blokjes mooi neer. Officials, nou prima, ze liggen daar. En pas achteraf dat inderdaad een, uh, een slim iemand gekeken heeft. Uh, en gezegd van, ja, maar dat klopt gewoon niet. Dit mag niet, ja. mag niet volgens de reglementen. Ja. Waarschijnlijk Alleen, iemand van het kamp, kampenaarts. Die denkt van, hey, ja, dat ja. hadden wij niet. Ja. Nee. Ik kan me het psychologische voorstel voor, een voordeel voorstellen... Ja. Hè? Dat, je, dat er is minder risico uh, van een foutje... Ja. Maar dat verklaart natuurlijk niet een nee. idiote CDA-waarde. Nee, nee, helemaal niet. Nee, 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 nee. Maar dit zijn eigenlijk twee opvallende ja. twee dingen. Twee losse dingen, ja. ja. ja, ja, ja. En, en toch even voor mijn beeld, Guido. Wat, wat is dan het vermogen wat hij over een uur gemiddeld levert? Hij, ja, we hebben zou... al besproken ja. dat hij negatieve split rijdt, maar... Um... Ja, maar als hij deze CDA-waarde stelt dat dat het is... dan zou hij 350 watt hebben gereden. Ja, en... Is dat... En dat is 5 watt per kilogram, denk voor hem. Hij denkt, ik, volgens mij weegt je ongeveer 70 ja. kilogram. Dus dat is niet bijzonder nee, maar toch, een hè, spectaculair. Dus, dus in die zin zit er ook nog wel ruimte voor een meetfout in die wattages. Hè? Dat die een wat dat meer. Ja, wat 3,50 is inderdaad. Ja, uh, ja dan, dan zeg je, ja, dat is een amateur. Of in ieder geval geen. Geen ja. profpof. Nee, kijk, als je. Dit komt overeen in principe met zo'n FTP, hè, of eigenlijk het uh, ja. uh, vermogen wat je theoretisch een uur kan volhouden. Nou, wat gerapporteerd is in de officiële medische, of de wetenschappelijke literatuur is, is van Dumoulin en Froome. Die zitten zo rond de 4,20. Precies, echt ja. heel veel meer. En nee, uh, nee, nou, nee, ik, nee, ik weet nee. van Beukenboom, die zat dan op 4,55. Ja, maar ja, ja, ja grote kerel. En die had een veel grotere ja. CDA-waarde. Ja. Dus in die zin is 3,50 niet exceptioneel. Hè? Dus dan, uh, ja, goed, nee. stel dat dat. Maar goed, je zou zeggen, misschien trapte hij 3,60. Dan zou zijn CDA ook iets hoger kunnen zijn. Toch? Dat denk ik ja. dan. Dan moet toch ergens een foutje of ja. zo zitten. Maar dat, dit geeft mogelijkheden maar natuurlijk... voor, ja, voor, voor mensen die ook 350 trappen of 360. Als die op de een of andere manier hun ook lukt om een CDA van 0.155 te halen. Ja, ja. Dan, uh, dan kan elke amateur dit doen. Bij wijze... Maar bij zijn kwaliteit zit hem ook niet in zijn hoge FTP-waarde. Nee. Die zit hem dus echt in de aerodynamica, ja. dus dat hij super gestroomlijnd is en dat hij daar heel veel nou ja, ja. dingen heeft toegepast, waardoor dat steeds lager werd. Maar, ja. maar ga maar, als we nou doordenken van nou hij, hij doet dit al een beetje al als een uh, repetitie voor Ganna. Ja. Uh, dus stel dat je nou met deze kennis dat die Ghana's CDA-waarde ook op dit krijgt, of pak een beetje 0,16. Nou, ja, hij zal iets, Ghana is wel iets een stap groter. Ja. Dus ja. laten we zeggen dat hij dat dan nou ja, 0,17 ja. of 0,18 is, dat is nog super. En ik denk dat Ghana handig. wel een, uh, een, een vermogen voor een uur kan halen van nou 4, 440 misschien. Ja, ja, ik denk zeker. 4,40, 4,50 wow. kan trappen, want die gast is wel uh, waar, iets waar, zwaarder. Waar ook. kom je dan uit? Ja, dan ga je naar de 57, 58 ja. kilo. Ja. Meter. Ja, echt een flinke stap. Nou. Dus dan komen we bij de hoofdvraag van deze aflevering, Guido. Denk ja. jij dat dat werelduurrecord een beetje maakbaar is als je nou alle kennis van ja. Dingam toepast op iemand die een beetje meer vermogen kan trappen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja weet je, dus het meest mooie onderdeel waar je heel veel wetenschap in kunt stoppen. En um, dat kun je al berekenen, wat ik al vaker gedaan heb en uh, uh, wat Jurgen ook weet. Ja, dan kun je zeggen, als je die. Ja. Waardes hebt en je kunt dat zo volhouden, ja, dan kom je daarop uit. Waarom lukt het jou niet uh, om? Uh, ik moet even nadenken, welke Nederlander heb jij nog even meegewerkt, meegedacht? Uh, Kai Reus, uh, ja. die had het ook uh, twee jaar geleden, denk ik. Wilde hij ja. het gaan doen? Ja. Uh, waar, uh, waar ging het mis in het vermogenstuk of het CDA-stuk? Ja, dat was eigenlijk het corona-stuk. Het hele corona-stuk, <laughs> ja. Stuk, ja. Ja, nou, ja, toen begon dat, ja. weet je, en toen, toen kwam overal uh, de klad in. En we zaten wel nog, we zaten zowel bij het CDA als met vermogen, uh, zaten we nog wel tekort. Ja. ja. Is er een, uh, we, we spraken in het begin van deze aflevering even over uh, hoe vaak wordt dit nou aangevallen... Uh, nu heeft Dan Bingen het al. Uh, Jurgen, jij zei net al: ik maak me zorgen of het nu niet iets van de glans verliest. Uh, is er een Nederlander waarvan we weten, denken, vermoeden dat die uh, ja. een Nederlandse man. Ja, ja, Tom Dumoulin. Ja. Ah, ja, die heeft nu de tijd. Dacht ik ook aan. Ja, ja ik zeg roep hem op. Ja. Kom ja. op, Tom. Nou, Tom. Kom bij de Slimmer Presteren ja. podcast en fiets. Ja, echt dan gaan een we nu volgen. Dan doen we nog een boek, of een serie podcast. Ja, of, uh, ja, wat ja man. Dan ook. Dan ja trekken we alles uit de kast. Wie heeft contact met uh, Tom? Ja, nou, ik heb ja. uh, de mooie, a, een mooi <laughs> haakje om, uh, om onze luisteraars, ons legioen van luisteraars ja. in beweging uh, te brengen. Ken jij of ben jij Tom Duboulin? Dan uh, <laughs> willen we graag met je in contact komen. En dat kan op een Denk aantal jij. manieren. Via social media bijvoorbeeld. Denk, ja. Zijn we de @slimmerpodcast Podcast op uh, Twitter en Instagram. Tom, uh, stuur ons even een DM'tje. Of... Uh, uh, tag Tom Dumoulin massaal allemaal vandaag op Instagram en uh, ja. op uh, Twitter met uh, hey Tom, in de Slimme Presteren podcast je moet er wel even doorheen bijten, ja. een beetje op het einde van de aflevering hij is, is nu een... ook een amateur, dat is mooi dat, daarom, uh, ja. uh, hij heeft hopelijk tijd maar ja, ik weet wel, Tom doet alles vanuit plezier, hebben we ja. geleerd de afgelopen ja, dat heb ik toch ook ja. ja, en met ons wordt het leuk, Precies. toch? Wij, gaan ja, ja. wij stappen dan in zijn begeleidingsteam, toch? Het wordt één groot feest. Ja, ga ik de verslag van doen. Jurgen doet de wetenschappelijke like. onderbouwing. Guido de performance coaching. Ja, leuk, het team staat hier al. Ja. Ja. Um, nou, uh, Tom, als je nou zegt: ja, social media, daar ben ik ook vanaf, want ik ben geen profrenner meer, dan uh, kun je ook gewoon even naar onze website: www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je, zoals iedere week, van deze aflevering een eigen pagina, uniek linkje. Degene die Tom DuBellin misschien in zijn netwerk heeft, kan de link naar deze pagina ook gewoon even dan naar Tom appen misschien. Uh, en Tom, dan kun je daaronder een reactie achterlaten. Kun je ook zeggen: Nou, uh, uh, is goed, jongens, ik wil wel eens een kop koffie drinken, ik wil wel praten. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat misschien niet meteen aan de grote klok wil hangen. Dus uh, Tom, dan hebben we ook voor jou, of voor een kennis van Tom een e-mailadres waar je ons kan vinden. Post.slimmerpodcast.nl. En uh, daar kun je dan een mailtje naar sturen, Tom. En als we dat zien binnenkomen, in jouw geval reageren we meteen. Maken we onze agenda's leeg en uh, zullen we eens onderzoeken wat de mogelijkheden zijn waar we dan allemaal tegenaan lopen. Een van de dingen die ik dan wel snel vermoed. Zo'n project, daar kost natuurlijk geld. Ja, hè? Ja. Jij uh, refereerde er eerder al aan, vandaan Jurgen. Ik vertelde eerder in deze aflevering ook al... Uh, dit was de laatste uh, gesponsorde aflevering. Dus bij deze dan toch nog maar een keer een oproep. Uh, als jij het project Tom Dumoulin naar het wereldurecord wil steunen... Uh, zorg dan dat je vriend van de show wordt. Ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmepodcast. En ook als je het project Tom nooit van de grond komt... Maar toch vindt dat deze podcast mooie projecten moet initiëren... Dan uh, word vriend. Voor slechts het bedrag van één kop koffie in de maand. Uh, sluiten we hem gelijk af voor het hele jaar. Dan hoeven we maar één keer de transactiekosten te betalen. En dan uh, gaan we mooi verder. Volgende week bijvoorbeeld. Waar gaan we het dan over hebben? Ah, voeding. Ja. Ja, koolhydraten. Hoe Ook krijg waar. je genoeg voeding binnen tijdens de wedstrijd? Ja. Tiro, dank voor je reflectie en analyse. Tot volgende no. week. Ik Jurgen, tot volgende week. Volgende week. Hoi. Nog even goed om te weten, wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.